Hoi, ik ben Sandra Kleine en ik ben een onafhankelijk stamp-up demonstratrice. In dit filmpje laat ik je alvast wat dingen zien die straks uitkomen in de nieuwe catalogus. Dit is die nieuwe catalogus en daar mag ik nog geen binnenkant van laten zien. Dus je moet geduld hebben, op 3 juni kan iedereen de gids digitaal inkijken. Dan wordt bekendgemaakt wat de nieuwe collectie is. Als demo is het heel erg leuk dat je vooraf al wat dingen kunt kopen. Je mag dan kiezen uit een x aantal producten. Dat heb ik gedaan en ik heb het nu binnengekregen. En het is natuurlijk dan weer heel leuk en helemaal modern dat je dat eens even laat zien terwijl je het uitpakt met de camera aan. De doos staat naast mij op de grond. Dat past niet onder mijn filmconstructie. Dus ik ga er nou wat uithalen. En het eerste wat ik tegenkom zijn deze Memory and More kaartjes. Allemaal met bloemen. Bloemen. Oh, ik heb geen schaar meegenomen. Maar daar hebben we gelukkig nagels voor. De kaartjes van deze serie bestaan. Dit zijn wel eens de kaartjes. Het is allemaal met bloemen. En hier van deze. Oh, kijk, dit zijn. Oh, dit hoort bij die zonnebloemen ook. Heel mooi. Dit is ook heel erg leuk, zeg. Hele mooie letters die je uit kunt. Oh, het zijn ook nog stickers. Heel goed gesneden, laser gesneden. Heel mooi. Nou, dit zijn dus die kaartjes die je. Oh, het is ook weer voor alle seizoenen blijkbaar. Zie je, dit is winter. De kaartjes voor- en achterzijdes. Dit is allemaal met bloemen. Dit zijn weer stickers erbij die je voor decoratie kunt gebruiken. Hiervan kun je een leuk journal gaan maken. Maar je kunt het natuurlijk ook heel leuk gebruiken op een kaart. Kijk, zo'n love. Nou, dat hoef je alleen maar op elkaar te plakken, dan is het al klaar. Nou, dit zijn die kaartjes. Hier hoort, als het goed is, kom ik dat straks nog tegen. Ik weet zelf niet meer zo goed wat nou allemaal in de doos zit. Maar hier is dus ook een papierversie van. Kijk, ik zei al, de zonnebloemen. Dit is een van de prachtige nieuwe Nederlandse stempelsets die uit is gekomen. Bijzondere zonnebloemen. Hele mooie afbeeldingen. Ook erg leuke teksten, vind ik zelf. Ja, het is een rode rubberstempel, dus weer met die handige plakstickers erbij. Hele mooie grote zonnebloem. Zometeen komen, als het goed is, ook nog de stansen hiervan tegen. Dus dit is de zonnebloem. De andere Nederlandse stempels zijn deze. Dit zijn prachtige bladeren. Echt heel mooi gedetailleerd. En dit is zo'n stempelset met extra detail. Dus daar kun je heel mooi mee stempelen. En ook hiervan vind ik de sentimenten, het Engels, de teksten heel erg mooi. En jij geeft het leven kleur, vind ik dus zelf ook echt een prachtige uitdrukking. Daar hoort ook mee bij, zullen we er nog wat van zeker komen? Ik doe gewoon een greep in die doos en we werken het af. Ah, kijk, dit zijn die stansen die bij de zonnebloemen horen. Even kijken wat daar allemaal in zit. En natuurlijk in het midden. Oh ja, kijk. Deze grote, even die zonnebloemen er weer bij. Deze grote is om deze bloem uit te stansen. Dit zijn de blaadjes. En nog een los blaadje die je overal voor kunt gebruiken. Ook losse takjes zijn ook altijd welkom. Dit rondje is volgens mij een hartje van de zonnebloemen. Zie je, er zitten ook wat bewerkte stipjes in. Dat is hier ook het geval. Dus je krijgt er ook een beetje embossing bij. En dit blaadje is dan nog voor die. Ja, en dit is dus deze zonnebloem. Voor elke stempel zitten dus stansen in. En los te gebruiken nog deze prachtige zonnebloemstans. Helemaal uitgewerkt. Oké, zonnebloemen. Dit is, oh, dit is een van de mooie nieuwe embossing folders. Het is textile, dus textiel. Het is heel fijn. Ik zou het later, als ik alles weer eens een beetje op heb geruimd, eens even een proefafdrukken maken. Dat duurt te lang om dat nu te doen, maar dit geeft een heel fijn reliefje, hoop ik. Oh ja, dit is een van de andere. Ik ben gek, hè, van de embossing folders. Dit is een van de andere embossing folders die nieuw is gekomen. Dit is net, dit heet Old World. Het is dus een suite, een collectie, de oude wereld. Heel erg mooi. En deze embossing folder hoort daarbij. En is paper. Dus het is eigenlijk verfrommeld papier. Wat je weer wat uittrekt. Dus dit is, ja, dit, daar hou ik wel van. Heel mooi. Hele mooie embossing folder. En dit zijn twee kleine embossing folders.
Dus dat hebben we nu ook weer in de collectie. Eén zo'n, dus dit, hier zitten twee dunnen in. Dit is de hele breedte en lengte. Dit heeft een soort blaadjesstructuur. En aan deze kant is boven, onder of links, rechts. Dus ook een mooi relief. Hier was ik meteen helemaal enthousiast van. En dit hoort dan weer bij deze reeks. Bij deze collectie. Hier hebben we dat papier wat ik net al aankondigde. Het papier, waar ook die Memory de Moor kaartjes van zijn, is dus 15 keer 15 centimeter. Zie je, en ook weer de zonnebloemen. Oh, de achterzijde met dat blauw. Dit is die nieuwe kleur blauw. En dit geel zou de nieuwe kleur... Oh ja, nieuwe kleuren. Wij krijgen natuurlijk elk jaar 5 nieuwe kleuren. En we nemen ook elk jaar afscheid van 5 kleuren. De nieuwe kleuren hebben dus dit geel, dat is Bumblebee. En dit groenige is jadekleur. Ook een van de nieuwe kleuren. En op de achterkant zie je hier een beetje een vaalblauwe spijkerbroekachtige kleur blauw. Moonlight. Echt heel mooi. Ik vind het heel mooi. Oh, en dit is de nieuwe bruin die erbij komt. Dat is kaneelbruin. Cinnamon in het Engels. Eens even kijken. Oh, en er is er ook nog een knalroze kleur bijgekomen. Even kijken of we die... Ja, kijk. Deze rozen, die zijn van magenta roze. Dat is de 5e kleur. Nou, dit is... Of, zie je dat? Zit wel voor iedereen wat in. Het is altijd zo fijn dat ze aan twee kanten bedrukt zijn. Heel druk. Voor mij doen te druk. Deze kant prachtig. Prachtig voor een achtergrond. Ja, daar kan ik wel wat mee. Daar kan ze wel weer wat mee. Zie je, ook hele lieve. Dit vind ik ook een heel mooie achtergrond. Ja. Kerststerren. Dus dit is ook meteen papier voor kerst. Wat geinig. En dit kun je natuurlijk wel van alles en nog wat bedenken. Een beetje rustige sfeer. Deze vind ik ook mooi. Het is gewoon weer heel mooi. Ik moet straks alles meteen netjes inpakken. Ik had ook nog extra embossingplaten besteld. Die zitten er ook nog tussen. Deze gaan juist uit de collectie. Dus als je aan je Big Shot nog zo'n embossingplaat nodig hebt om die 3D embossing folders te gebruiken, moet je me ook maar even vragen. Ik heb een paar extra gekocht, omdat ik bang ben dat niet iedereen het doorheeft. Maar ja, het zijn op is op. Dit is ook een kwestie van op is op. Hier heb ik dan weer een paar kleine dingen. In dit papier setje zitten dus de 5 nieuwe kleuren in het DSP. En dit Designer Series Paper hebben we van elke kleurfamilie. Dus dit is de kleurfamilie van de InColors die nu nieuw zijn. Zie, dat is de blauw. Dit zijn weer 4 patronen. Ik haal het er allemaal even uit. Je hebt aan de ene kant dus een soort rondjes. Oh, nou zie ik dat die rondjes hele kleine streepjes zijn. Ik dacht dat het een beetje whitewash was. En deze kant hebben we dit. Dat is ook een soort textielstructuur. En we hebben dan deze, de houtnerf. En dit zijn allemaal hele kleine lettertjes. Oh. Met een beetje het credo van Stampin' Up. To love what we do and share what we love. En dan in alle talen. En er staat dus in het Nederlands erbij. Waar zie ik hem? Houden van wat we doen en delen waar we van houden. Ja, mooi. En dat dus in alle 5 de kleuren. En maar ook de Brides familie, dus met de 10 kleuren Brides. De Subtles familie, de Regals familie, de Neutrals familie. Er zijn allemaal deze sets van verkrijgbaar. Waarbij je dan alle kleuren van de hele familie krijgt met deze patroontjes. Dus allemaal hetzelfde. En dit zijn dus die 5 nieuwe kleuren. Ik ga natuurlijk dit jaar ook weer een kleurenclub organiseren. Meer daarvan ga ik je nog wel eens vertellen. Of wil je daar meer van af weten? Dan kun je me natuurlijk altijd een berichtje sturen. Het is altijd een combinatie van inkt en refills of papier. Of alles van die 5 nieuwe kleuren in een mooie clubactie. Dus altijd met wat iets extra's. Want anders kun je het ook wel gewoon bestellen. Dus altijd met een extra iets erbij. Waarin je je clubvoordeel kunt terugvinden. Nou, dit krijg ik bijna niet uit plastic. Dit zijn de stansen die bij die bladerset horen. Die ook in het Nederlands is. Natuurlijk voor altijd. In het Engels noemen we die collectie Forever Greenery. Kijk, dit zijn... Ik pak de stempels er ook weer even bij. Dit zijn de stempels. Zie je dat deze
corresponderen natuurlijk met die blaadjes. Dit zijn losse motieven die je overal weer kunt gebruiken voor van alles en over. Dit is een mooie. En dit zijn dus ook een varens of een bladertakken, waardoor je heel mooi uit kunt pakken rondom bijvoorbeeld in de midden een cirkel met een tekst. En daaromheen allemaal mooie bladeren doen. Dat doet het altijd goed. Dus ja, ik ben daar ook heel blij mee. Dat was de Forever Flourishing Dies. Dit hoort dus hierbij. Laat ik het meteen alles even een beetje netjes doen. En dat hoort weer daarbij. Dit is de Memories and More kaartje set van de Old World. Daar had ik het net al even over. Ja, nagels even een beetje meewerken. En dit zit wel heel keurig ingepakt. Ja. Als je me wel eens vaker volgt of wat van mijn nieuwsbrieven leest, heb je misschien wel eens gelezen dat ik heel graag in de tuin werk. Dus ik heb altijd in dit seizoen zijn mijn nagels niet echt op het mooist. Maar ja, en ik ben ook al geen nagellaktype. Maar dit zijn dus de kaartjes van de Old World. En die is echt prachtig. En helemaal prachtig als je een mooi album wilt gaan maken. Met vakanties of weet ik veel wat. Oh, dit zijn specialty. Zie je, daar zit een goudglans op. Oh, wauw. Heel mooi, zie. Travel, repeat, work, play, travel. Heel mooi kompas. Oh, kijk, nou deze heeft ook wel hele mooie stickers erbij. Oh, dat is echt helemaal mijn smaak. Het is weer... Oh, sorry. Sorry. Oh ja hoor. Dit is echt... Dit vind ik dus echt heel mooi. Het is ook weer die kaneelkleur. Dit is toch prachtig. Deze kaartjes zijn helemaal... Dit is helemaal mijn smaak. Heel erg leuk. En dan natuurlijk ook altijd nog de kleintjes erbij. Ja, er is ook een stempelset bij. Die heb ik dan weer niet. Ik wil niet altijd alles meteen hebben. Dus maar die kaartjes die leken mij zo leuk. En dat zijn ze dus ook. Echt super. Dit komt bij mij dan veel beter over dan wat ik in het eerste kaartsetje. Sorry, dat zijn vast ook mensen die dat... En hier kan ik echt wel wat mee. Maar dan moet ik toch eventjes... Dit is veel minder mijn ding. Maar deze kant bijvoorbeeld vind ik dus wel weer prachtig. Hè? Ja, oké. Okay. Doorgaan. De 5 nieuwe kleuren. Kan je er nog geen inkten van laten zien? Die zijn er nog niet. Die komen pas als voor jullie, of voor jullie, voor iedereen, de catalogus online komt. Dus op 3 juni, dan zouden de inkten beschikbaar kunnen zijn, hopen wij dan. Dit is de Bumblebee. Zie, Misty Moonlight. Just Jade. Magenta, weet ik veel hoe je dat in het Engels zegt eigenlijk. Ik had er nog nooit over nagedacht. Madness. Magenta, dat doen ze in ieder geval niet. En dit is Cinnamon Cider. En bruine kleur, ik kan er altijd wel extra van gebruiken, vind ik. Want zoveel bruine kleuren hebben we niet. Dus dit is weer een bruine kleur waar we 2 jaar lekker mee kunnen gaan werken. Dat zijn dus de 5 kleuren. Even kijken. Oh ja, er komt natuurlijk ook altijd lint bij. En dit lint is een soort, hoe heet het nou ook alweer? Ja, faux suède. Dus lint wat lijkt op suède. Ho, ho, ho. Om dat oranje erachter te krijgen, is soms zo'n gemartel. Ja. Kijk. Het is suède kleur, early espresso, ja. Ik weet niet of je dit op de video kunt zien. Maar het is heel mooi dik. Stevig. Mooi recht. Ja, een soort net alsof een klein stukje nepleer. Dun spul. Heel, heel leuk. Ja, zwerdachtig. Dit is echt leuk. Ja. Heb ik hier nog. Oh ja, ik had de nieuwe in-colors. Dus die 5 kleuren die we net zagen. We hebben ook allemaal weer een eigen rol lint. Dat is altijd zo. Alleen, het lint is ieder jaar weer anders. Dus dit keer probeer ik dit er weer af te krijgen. En dus kan ik het zo alvast even aan je laten zien. Dit is het lint wat dit jaar in alle 5 de kleuren verkrijgbaar is. Gewoon mooi, soepel, niet te breed. Ik hou meer van dit formaat. Heel soepel, heel mooi. En dit is dus weer de jadekleur. En in dit mini doosje. Oh,
Wij krijgen in de nieuwe catalogus ook weer hele leuke shaker mogelijkheden. Kijk, dit is dus een vaasje. Een klein vaasje. Nee, daar kunnen we het net niet goed op zien. Zoek de hoek, zoek. Oh, ik kwam er weer even bij. Kijk, hier kun je het wel mooi zien. Dit is een plastic dingetje met een plakrand eromheen. Hier kun je onderin natuurlijk iets leuks doen. Sequins of een soort balletjes of zo. Daar heb ik ook besteld. Even kijken hoor. Ja, kijk. Deze dingetjes. Dat leek mij wel heel geinig. Maar als je blauwe kraaltjes hebt of zo, blauwe sequins, net alsof het water is, dan stempel je er wat bloemen boven. Dat staat hartstikke geinig, joh. Kijk, deze dingen zijn ook nieuw. Dit zijn de Flowers for Every Season gems. Oh ja, ze zijn helder doorzichtig, een beetje mat doorzichtig. En dit is weer die jade kleur met een heel klein drupje lijm. Ze zijn plat aan de onderkant, moet je dit erop kunnen plakken. En dat is natuurlijk, het lijkt mij dan ook grappig. Kijk, oh, er zit ook weer zo'n leuke soort oliefilm op. Zie je dat? Kunnen jullie dat zien? Het zijn inderdaad plat aan de onderkant. En een beetje facet of een bolletje. Kijk, en als je dan een heleboel van die dingen hierin doet. Dat is toch geinig? En dan met die jadekleur stengels stempelt. Ja, ik vind dit dus weer helemaal leuk, hè? Die kleine shaker bloempotjes. Vaasjes, dingetjes. Even deze weer terug. Zo. Ja. Dicht. Er zijn ook weer leuke enamels. Enamels. Hele leuke stipjes. Ook weer in de 5 kleuren van de incolors die eraan komen. Heel leuk. Heel leuk. En dan wat papier. Papier hier. Oh, wat hier bovenop ligt. Oh ja, dat is echt wel. Hier ben ik echt zo nieuwsgierig naar. Toen ik dat in de catalogus zag, was zo mooi, hè. Nee, dit zijn vellen papier. Van goud glanspapier. Met laser gesneden. Kijk nou. Met een laser gesneden kun je eruit drukken. Zie hier, dan kun je er nog een tekst op plakken. Kijk nou, hoe, en takjes, en dit zijn dan dus labels. Kijk nou, eromheen helemaal met die takjes, helemaal zo bewerkt. Zo'n prachtige varen. En zulke mooie details, en zo'n cirkel, zo'n krans. Dit is toch echt prachtig. En dit zie ik wel terugkomen in een van mijn shares. Dat je niet een heel pakket wilt kopen, maar bijvoorbeeld een deel ervan. Het ene vel heeft dus deze vormen. Je moet even goed rustig kijken. Er zit altijd zo'n schutvelletje tussen. Omdat het dan allemaal mooi bij elkaar blijft. Oh ja, kijk, dat zoek ik. En de andere vel wat hierin zit. Ook met het goudglans. Allemaal goud wat hier blinkt. Is deze. Zie je dat? Dat zijn passepartouts. Daar kun je iets overheen doen. Je kunt het natuurlijk ook weer losknippen. Wat je zelf weet. En alles ook met de laser al voorgesneden. Dus je hoeft niet met je snijmachine aan de gang. Dit is toch ook prachtig. En de achterkant van alles wat ik je hiervan laat zien met het goud is wit. Dus je kunt ze ook dubbel gebruiken. Als je ze bijvoorbeeld de gouden kant onderlegt en je gaat met een sponsje het sponsen. Dan kun je één patroon maken op ander papier. En je kunt die achterkant dus gekleurd bewerken. Dat kun je ook gebruiken. Of je gebruikt het alleen als een schabloon om een mooie ondergrond te sponsen. En dan kun je de gouden kant weer gebruiken. Echt plenty mogelijkheden. Dit vind ik dus echt wauw. Heel erg mooi. En dat soort dingen kun je eigenlijk in een catalogus dan niet goed zien, vind ik. Je kunt het wel zien, een klein plaatje. Maar daar is toch echt een hoofdpixel filmpje wat ik nou nu aan het maken ben. Toch wel weer heel handig. Dit is het 12 inch papier wat bij de set hoort met die bladeren. Heel erg mooi papier. Ook dit papier komt in een papershare weer terug. Kijk nou hoe prachtig dit papier. Oh, die strepen zijn ook echt heel erg leuk. Dit is het tweede motief. Oh, prachtig.
achterkant, de voorkant. Dit is eigenlijk altijd zo. Twee heel verschillende. Een bewerkte kant en meestal iets van een neutrale kant. Deze is ook erg leuk, zeg. Wauw. Oh, dit vind ik dus ook heel mooi. Oh, dit vind ik. Kijk, dat vind ik altijd zo jammer. Dat als ik de voorkant heel erg mooi vind en de achterkant ook. Dan moet je kiezen. Kijk, dit is ook heel leuk met die streepjes. Dit vind ik mooi. En zo, dat vind ik altijd het leuke van twee kanten. Dan kun je alle kanten mee op. Dit papier is volgens mij, ja, hoort ook bij die oude wereld. We waren met die Memories and More kaartjes ook van waren. Daar is ook een stempelset bij natuurlijk en stansen. Maar nu heb ik hier het papier. Ja, heel mooi. Past ook weer leuk bij de Sail Away, moet ik zeggen. Deze kleuren en dat kan pas met die zeilboot, andere boot. Oh, kijk, zo van die kaarten, die atlaskaarten, zo, dat vind ik altijd zo mooi, hè. Dit is toch prachtig ook qua kleuren. Oh, die achterkant is ook te mooi. Te mooi. Oh, kijk, en dit papier is specialty paper. Dit is nog gewoon, ook een hele mooie rustige achtergrond. En hier zien we dan ook, het is, als ik het goed bekijk, het eruit. Dit is ook een landkaart. En dan in plaats van met de letters, ach, met de inkt, is het met goud bedrukt. En kijk, dit is de Noordzee. Hé, hey, waar zijn wij? Denemarken. Ah, Nederland. Nederland staat erop. Nou, wat wil je nog meer? We staan op de kaart. Het is toch niet te geloven? Dit is weer dezelfde met de goudkaart. Oh, dit vind ik ook heel mooi. Heel mooi. Oh, kijk. Wat doet me denken aan IJzer-IJzinga. Uit zijn planetarium. Ja, kompassen. Oh, die wereldbollen van goud. Ook mooi. Ja, dit moet ik opeens denken. Weet je, camouflagekleuren. Komt ook een nieuwe achtergrondstempel in camouflagekleuren. Dus dat je met één kleur inkt. Heel veel schakeringen kunt krijgen in één keer. Ik ben er heel benieuwd naar. Ja, dit papier is heel mooi, stijlvol, rustig papier. Voorkant. Dit was dat papier. En dan heb ik, ja, dit is het laatste wat volgens mij in de doos zit van de nieuwe spullen. Dit is een heel dik pak papier. Dus nog geschikter om te gebruiken in. Of aan te kopen in een papertje. Dit is een pakket met hoeveel blaadjes ook alweer? 24? Ja, 24 blaadjes. En dit is een heel mooi papier. Dat je heel mooi kunt gebruiken voor achtergronden en dergelijke. Het heet In Good Taste. En In Good Taste, volgens mij hoort daar die embossing folder bij die ik aan het begin had. Dit is Old World. Dus hoorde bij het vorige papier. En dit is Tasteful Textile. En dat hoort volgens mij bij deze collectie. Dus het staat hem allemaal bij elkaar in de gids. Dit is natuurlijk heel veel. Maar je hebt hier weer mooi papier met hout. Hier zit niet zo'n handig kartonnetje bij. Kijk, het zijn allemaal hele neutrale kleuren. Kijk, jute. Oh, dit is mooi. Kijk, achterkant met die stenen. Dit zijn allemaal van die patronen. Die je heel goed voor van alles en nog wat kunt gebruiken als matje onder een kaart. Dit papier is ook fantastisch trouwens als je dit ziet. Dan krijg ik alweer zin om te scrappen. Dit is toch een prachtige bladzijde. En dit is ook heel erg leuk. Oh, dan ga ik opeens dingen overstaan. Hier zie je een beetje die textielvorm. Waarvan ik had ook verwacht dat je dat met die embossing folder krijgt. Oh, dit is weer een. Hé, we hebben opeens roze. Dit vind ik een zandelf. Hier kan ik wat minder mee. Maar met de roze kant kan ik dan wel weer wat op de een of andere manier. Ja, kijk. Ik vind dit dus echt heel erg mooi. Er zitten dus blijkbaar. Anders heb je altijd 6 vellen met 2 patronen. Dus altijd 12 patronen per pakket. En bij dit pakket is veel dikker. Dus hier hebben we ongetwijfeld. Ik heb het nog niet uitgezocht. Maar heb je ongetwijfeld 12 vellen met 2 verschillende patronen. Kijk, dit is ook weer een hele mooie houtmotief. En dit is weer textiel. Grappig. Ook weer een mooie houtmotief.
Mijn Nederlands gaat er niet verbeterd voor worden trouwens als ik naar mezelf luister. Oké, het inpakken weer keurig terugpakken, laat ik dat maar even buiten beeld doen. Maar ik vind zelf wel dat... Oh, dit... Dan weet je van gekkigheid bijna niet wat je eerst weer eens moet maken. Maar voor mij zal wel eerst moet ik me gaan concentreren op een nieuwe incolors. Daar ga ik natuurlijk wat kaartjes mee maken die ik bij je bestelling of bij je nieuwe gids kan voegen. En nou ja, ik moet het allemaal een beetje op me in laten zinken. En embossingfolders uit gaan proberen en zo. Dus we zullen het zien. Dit waren al de nieuwe spullen die bij mij zijn aangekomen vandaag. Ik wou het graag even met je delen. Dan kun je alvast een voorproefje krijgen en je alvast wat gaan verkneukelen over al die nieuwe spullen die uit gaan komen met de komst op 3 juni van deze gids. Ik hoop dat je het leuk vond en dat ik het niet weer te kneuterig heb gemaakt of te onprofessioneel of zo. Maar ik ben ik en dit is het. Dit was mijn uitpakfilmpje. Graag tot een andere keer. Doei!